Je bent een van de mede organisatoren van de open atelierroutes, wat jaarlijks gehouden wordt in Almelo. Zou je een beetje kunnen vertellen hoe dat in zijn werk gaat en hoeveel werk daarin gaat zitten? Het is best wel veel werk. We beginnen al in het vroege voorjaar om dingen uit te zetten, kunstenaars te vragen. En op een gegeven moment, dan, als dat klaar is, dan hebben we ieder jaar eigenlijk de fietsroute. Dat hebben we dit jaar niet gedaan, ook in verband met de corona, omdat we natuurlijk niet wisten of het wel of niet door kon gaan. En er zit een hele organisatie achter, ook met pers en drukwerk. En we hebben iemand die de website doet, we hebben iemand die drukwerk verzorgt. Alles doen we samen. We hebben de placemats natuurlijk. Er zijn 16 restaurants in Almelo die elk jaar weer onze placemats gebruiken. Als je daar gaat eten, staan afbeeldingen op. Ik kan het me laten zien. Ja? Er staan afbeeldingen op van alle kunstenaars die meedoen. En ga je dan ergens eten, dan krijg je dit onder je bord. En dan kun je ondertussen vast uitzoeken van wat vind ik mooi werk, waar zou ik naartoe gaan. En nou ja, dat zijn allemaal van die dingen die erbij komen. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Jij staat nu zeg maar bij Frida voor de deur. Vertel eens, hoe is dat tot stand gekomen? Want je zat hiervoor aan de Graafallee. En nu sta je hier te exposeren. Vertel eens, hoe is dat in zijn gang gegaan? Nou, dat was heel leuk, want ik ben pas verhuisd en ik woon nu in een appartement. En dan is het lastig om... ik heb er wel een atelier, maar het is lastig voor de mensen om daar naartoe te gaan. En Frida vroeg aan mij van, vind je het leuk om gastdocent of gastkunstenaar bij mij te zijn? En natuurlijk vind ik dat heel leuk, want ja, dit is mijn lievelingsplek in Almelo. Dit is echt het mooiste straatje. En met dit weer erbij is het gewoon een feestje om hier te zitten. Heb je daar een plek gedaan? En is het hier nog een beetje druk geweest de afgelopen dagen op de Herengracht? Het was gisteren, liep het lekker door. Het was redelijk druk, maar niet te druk. Het was zo dat mensen ruimte hadden, dat ze toch wel naar binnen konden. We hebben hier een goed systeem. Als er 4 mensen binnen zijn, heeft Frida een afstandsbedieningje. Dan kunnen we van verre al het lampje aandoen dat mensen even moeten wachten. En iedereen houdt er heel goed rekening mee. Houdt ook goed rekening mee met de afstand. En vandaag eigenlijk ook weer. Dus het is goed coronaproof zo. En toch kunnen we mooie dingen laten zien. En daar zijn de mensen heel blij mee, dat merk je.